Een hele moeilijke naam, kan je hem één keer voor mij uitleggen? Feliciano Süssen. Het is Duitse voorouders. En vandaar Süssen. Hoezo heb je voor FC Dordrecht gekozen? Ja, ik denk dat ik hier... Ik heb ook zin in te strijden en voor een mooie kampioenschap te spelen. En om het sowieso lekker in het eerste te spelen, bij het eerste bij betrokken ben. Want bij Twente was dat niet het geval. Daarom heb ik deze stap genomen. Het is wel snel gegaan, want afgelopen weekend heb je nog met FC Twente gespeeld, zelfs gescoord en nu ben je hier. Ja, het kan snel gaan. Ik denk, mijn manager die zei tegen mij dat het een mooie stap zou zijn. En natuurlijk, mijn gevoel is het belangrijkste. Dat was een goed gevoel, zat een goed gevoel bij. En daarom heb ik voor Dordrecht gekozen. Maar het ging wel heel erg goed bij jong FC Twente. Hè? Dat dit jaar dus debuteert in de Jupiler League. 10 goals al, dan denk je van, dat is je zo makkelijk laten gaan? Ja, ik zou het niet weten, maar ik denk dat ik... Er zijn natuurlijk aankoop gedaan, spitsen, en ja, dan val ik net buiten het bootje. En dan, ja, dan moet je denk ik voor andere keuzes gaan zoeken en gaan maken. Ja, wat is je eerste indruk van deze club? Ja, lekker allemaal multicultureel met elkaar. Iedereen is met elkaar en de jongens houden van lekker hoog niveau voetbal. Lekker aanvallend voetbal en daar hou ik ook van. Natuurlijk aanvallen, scoren natuurlijk. En ik hoop dat ik dan zo mijn doelpunten kan maken. Ja, wat voor een type spits ben je? Balvast. Ik ben ook in de diepte sterk en 1 tegen 1. Nou ga ik er denk ik wel vanuit dat je hier gaat spelen, maar ook hier is er concurrentie. Hè? Want er zijn 3 centrumspitsen. Kortom, ook hier moet je in ieder geval wel een hoog niveau halen om in de basis te spelen. Ja, klopt. Ik vraag sowieso altijd het uitzetten van mezelf. Elke training, elke wedstrijd weer. En ik denk dat je dan ook alleen maar beter wordt. En ik denk dat het van concurrentie ook alleen maar beter wordt. Komend weekend, wedstrijd tegen Achilles. Ben je al inzetbaar? Ik ben fit. Het is aan de trainer welke keuze hij maakt. Ik ben in ieder geval fit. En ik zal mijn best doen als ik zou spelen.